welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. En het liedje van deze keer is Hier word ik gelukkig van. We gaan weer langs bij een ster die alles afweet van het onderwerp van het liedje. En daarna mag zij meespelen in een nieuwe videoclip van Kinderen voor Kinderen. En de ster van deze week is Janouk Kelderman. En Janouk die ken je natuurlijk als presentatrice van Het Klokhuis. En ze is musicalster in Hans en Grietje. Nou, die Janouk die lijkt me behoorlijk druk. En hoe ze dat gaat combineren, dat is een beetje de vraag. En daarvoor hebben we twee speciale Kinderen voor Kinderen reporters, Jada en Amit, op pad gestuurd. Wat ga je zo meteen vragen aan Janouk? Nou, ik ga vragen of ze ons een stukje wil leren tappen. Oh, want dat kan ze ook? Ja. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Jongens, veel plezier. Zet je beste beentje voor en je moet nu die kant op. Ja, veel plezier. Doei. Later. Groetjes aan Janouk. Voor je. Hoi. Hey. Hoi. Hallo jongens. Zo, gevonden? Ja. Ja, wij zijn hier om naar jou te kijken vandaag. Ja, jullie gaan meelopen vandaag, ja, hè? Ja. Leuk. Nou, daar gaan we. Nou, dit is dus mijn Grietje outfit. Moet je de sokken even wegdenken. En mijn haar is natuurlijk nog niet echt... Grietje, toch? Nee. Er moet dus een vlecht komen, hè? Blonde vlecht. En dit is dus boekelen. Als je een pruik op moet, dan moet je je hele haar, moet je allemaal van die kleine drolletjes, zeg ik altijd, maken. En dan kan zo'n pruik kan er dan zo overheen. Wil je eens kijken? Misschien staat het je ook wel leuk. Blond haar. Ja, dit komt dadelijk in mijn haar en daar wordt dan een enorme vlecht van gemaakt. Nou, volgens mij is die vlecht klaar, of niet, Kirs? Hij is helemaal klaar. Nou, top. Iedereen. Mooi, toch? Ja. Ja. Super mooi. Ga je mee naar het toneel? Ja, kom. Kijk jongens, dit is dus de achterkant van het decor. En wat wel leuk is om even te vertellen, is dat wij dus tijdens de voorstelling onze decorwissels, dat noem je dus changementen, die doen we zelf. En kijk, dit is bijvoorbeeld een boom. Dit is mijn boom, om zo maar even te zeggen. Deze wissel ik altijd. En die moet je dus, dan moet je heel hard tegenaan duwen. En dan gaat die open. Willen jullie dat proberen? Ja. Moet jij eerst? Oh my god. Ja, zwaar hè? Ja. Helemaal open. Ja. Kijk, en dan gaat hij het huisje naar achter doen. Dat is ook best wel zwaar. Oké, okay, en dan mag hij weer dicht. Zo. Zo, zwaar hè? Ja. Ja, dat doen we dus ongeveer 10 keer per voorstelling. Boom open, boom dicht. Oh, dat is echt heel zwaar. Zo, nou, komen we zo uit het bos gewandeld, zie je dat? Ja. Ja, dit is dus het toneel waar we net stonden. En Hans, Stijn, zeg maar, is ook onze choreograaf. Dus die heeft alle dansjes gemaakt. En die kan jullie dadelijk best wel even een stukje tap aanleren, toch? Jazeker, want in het musical tappen we ook. En wij hebben ze al aan. Ja, ja, maar dat moeten we wel dan echt voor het echt doen, hè? Dus jullie moeten ook dit geluid kunnen maken. Heb je ze wel eens aangehad? Nee, nog nooit. Nee. Leuk. We zetten eerst een stap naar voren met ons rechterbeen. Rechts. Links. En dan je been. En heb je een schop en draai en zet je achter neer. Ja, dat is nog niet zo makkelijk, hè? Nee. Maar wel heel goed, hoor. Ja, heel knap. Heel goed. En de draai. En we gaan naar links. Naar links. En terug. Dat is toch best moeilijk nog? Ja. Ja, hè? Ja. Wij hebben nou een dagje met jou mee mogen lopen. Ja, en wil jij misschien ook in onze videoclip spelen? Hier word ik gelukkig van. Ja, superleuk! Mag ik dan met jullie meedoen? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, laat me zien. En moet ik dit ook echt zingen? Ja. Nou, leuk jongens, daar gaan we gewoon een superleuke clip van maken. Ja, ja. Superleuk dat jullie er waren. En ik zie jullie in de studio. Ja, ja. Doei! Doei. Spannend. Die tekst zit nog niet helemaal lekker erin, dus ik moet nog een beetje oefenen. Als het eventjes niet gaat, ik verdrietig ben of ik
kwaad. En geen zin heb om te... Oh, ik hoor hem al. Ik herken de muziek al. Als het eventjes niet gaat, ik verdrietig ben of kwaad. Ja. En geen zin heb om te praten. Ja, mooi. Ja. Wat is hier allemaal aan de hand, joh? Ja, joh, ik ga helemaal stuk. Dit is sporten en zingen tegelijk. Wat doet die Michiel met je? Ja, nou, dat is een goede vraag. Wat doe je eigenlijk? Wat is hier de bedoeling van? Een beetje conditietraining. Ja, straks moeten ze er ook nog bij gaan bewegen. Dus ja. Ik bereid er een beetje voor. Wist je dat ik even weer moest nadenken hoe ik moest springtouwen? Ja, dat snap ik wel. Maar dan moet ik nu ook presenteren, hè? Ja. Oké. Laten we heel snel naar de danscoaching gaan. Goed, Lex gaat even naar de danscoach. Ik ga hem denk ik even volgen. Nou, wij gaan nu gaan we dus het dansje een beetje repeteren. Oké. Okay. Amit, wil jij eens voordoen? Hoe je bijvoorbeeld gaat sporten. Als je dan bijvoorbeeld boksen doet, dan ga je boksen zo langzaam. En als je gaat rennen, doe je zo. Ja, dus eigenlijk gaan we sporten in slow motion. Ja. Zullen we dat eens proberen? Ja, oké. Heel langzaam. Yay! Ik maak de kool. Heel goed. En nu heel overdreven zingen. Ik voel het als ik zing. Ik voel. Is het maar voor kort zelfs dan, voel ik dat ik alles kan. Hier word ik gelukkig van. Ja, nou ik zat er helemaal in. Ja, ja. Heel mooi. Ja, nou dank je. Ja, dat doen zij ook allemaal, hè? Zeker wel. Zeg, waar gaat het liedje eigenlijk over? Nou ja, over waar je gelukkig van wordt. En dat je dat vooral moet doen waar je heel blij en gelukkig van wordt. Zeg, ik ga eventjes de studio vast opbouwen. Nou, licht goed zetten. In je eentje. In mijn up en ik moet dat poetsen en ik moet mijn teksten nog schrijven. Dat is zwaar. Ik zie jullie zo. Wij gaan nog even oefenen. Ja. Oké. Ik voel. Kijk, dit is mijn studio. Ja. Dit heb ik vanochtend allemaal zitten schilderen. Ik heb de kids allemaal mooie kleren aangedaan. Ik heb de vloer geboend. Dus ben jij er klaar voor, is nu de vraag. Ik ben er klaar voor, maar ik word nog steeds wel bang van dit springtouw. Moet ik er nog iets mee doen? Nee, dat springtouw, geef dat maar aan mij. Ah. Dat is nu klaar. We hebben ons goed voorbereid. En als je gewoon even inademt en uit, dan gaan we knallen, hè? Ja, we gaan knallen. Ja. Ga er maar tussen zitten. Want hier zijn de kids van Kinderen voor Kinderen samen met Janouk. En hier word ik gelukkig van. Als het eventjes niet gaat, ik verdrietig ben of kwaad. En geen zin heb om te praten. Zoveel herrie in mijn hoofd. Ik doe mijn best zoals beloofd, werd ik maar met rust gelaten. Ik merk dat het me minder raakt, als ik doe wat me gelukkig maakt. Ik voel het als ik zing. Ik voel, dit is echt mijn ding meteen. Vergeet ik alles om. Dat ik alles kan. Ja, hier word ik gelukkig van. Wauw. Ja. Wat was je goed? Iedereen. Jullie waren allemaal supergoed. Ja. Hey, en Janouk, heb je nou het idee van ik zou hierbij willen horen? Ik wil solliciteren, ik wil auditie doen voor het Kinderen voor Kinderenkoor? Nou, bij deze een open sollicitatie. Ik wil heel graag auditie komen doen voor het Kinderen voor Kinderenkoor. Nou, dat lijkt mij ook geen slecht idee, moet ik eerlijk zeggen. Zeg, ik zie jou heel graag de volgende keer bij Kinderen voor Kinderen. Doei! Doei! Volgende week pakt Kinderen voor Kinderen uit met André Kuipers, de astronaut.
vandaag.